2, 1, actie! Nog 5 dagen! Nog 4 dagen! Nog 3 dagen! Oeps. Nog 2 dagen! Nog 1 dag! Vlog 15! Vlog 15! Stop, hè, Julie! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog en geniet van mijn allerlaatste stageweek. Oké, een heel speciaal moment, want voor de allerlaatste keer mijn valies maken om naar Oudenaarde te gaan. De volgende keer dat ik een valies maak is het ja, om terug naar huis te komen en daarna is het om op internaat te gaan. Ah! Oh, ik heb het internaat gemist. Oh. Oké, nog 1 week knallen en we zijn terug. What? En het is ook nog een heel speciale dag, want het is de allerlaatste keer dat ik mijn mama zie als 50-jarige. Vrijdag wordt ze 51. Mwah! Eigenlijk, wij zijn, dus ik ben 19, jij wordt 51, samen zijn wij 70 jaar. Ja, jong. Samen zijn we wel oud, maar apart zijn we altijd weer jong. Ja. Allee, ik toch. Mwah! Tot vrijdag. Wacht, ik moet even een airco zetten, anders ben ik niet mooi. Oké, we zijn onderweg naar... Nee, niet naar Oudenaarde, maar naar Kokzijde, waar een vriend van ons zijn stage heeft. En hij zit er een beetje door, dus wij gaan een beetje gezelschap houden vanavond. En morgen gewoon heel vroeg opstaan en doorrijden naar Oudenaarde om de allerlaatste fucking stageweek te knallen! Pas op mijn auto. Denken de mensen niet dat ik zot ben? Ja. Oké. Dat mag. Oké. Dat is goed. Dat was echt goed. Tomme. Het is 5 voor 7. We verlaten de camping waar we hebben overnacht deze nacht. En we rijden door naar Oudenaarde, want binnen 2 uur moeten wij beginnen werken. Ah, nee, op mijn benen, kom. Mijn gsm. Oké, de allerlaatste week stage, dat betekent ook voor de allerlaatste keer overleven op macaroni. Because I'm worth it. I don't wanna live forever. Woehoe, een actie bij de pizza hut. 1 pizza betalen is 3 halen, dus we hebben 3 pizza's vanavond. Bama! Die stage is echt ongezond, hè. Frieten, pizza, macaroni. Bemoe. Maar je pannenkoeken zijn hard. Oké, wij moeten een oriëntatieloop voorbereiden. Of iets zelf uitproberen. Oriëntatieloop, dus dat wil zeggen stappen. We staan hier op een splitsing. Dus we kunnen naar links gaan. Of we kunnen naar rechts gaan. Ja, Marissa denkt dat rechts is. Maar elke keuze die je maakt in je leven, kan je leven veranderen. Marissa, links of rechts? Mijn leven ligt in uw handen. U links, mijn rechts dus. Oké, we gaan naar rechts. Allee, nu links. Ja, eigenlijk nog zoiets. Is links of rechts? Zo ga ik naar links. En zo ga ik naar rechts. Oké, we hadden niet naar rechts moeten gaan, want we staan terug bij de vuilbak waar we daar straks stonden. We zijn verdwaald. 1, 2, klopt. We kunnen niet kaart lezen. Hè. Dan zijn normaal zouden wij nu hier moeten zijn, maar we zijn terug daar. We zijn naar rechts gegaan in plaats van naar links. Maar ja, maar dat leek toch logisch dat we zo moesten? Want we moeten terug naar het zwembad en niet naar de andere kant, hè? Ah, dat is hierboven. En dat is beneden. Dat is waar we zijn begonnen. Ah. Maar waarom hebben ze dan niet om? Ah, omdat noorden daar... Magnetisch noorden. Maar wacht. Het is wel van september 2016, dat kaartje, hè? Dus misschien zijn er verbouwingen geweest, hè? Dus misschien hebben wij de kaart wel juist gelezen, hè? Dat betwijfel ik. Eigenlijk, ze laten ons oriëntatieloop doen, maar ja, wij kunnen geen kaart lezen. En binnen een uur wil ik in het frituur zijn. Hopelijk komen we nog op tijd voor de frietjes. Wow, dat is de eerste keer denk ik sinds mijn stage dat ik nog eens op een papier schrijf. Allee, dat ik nog eens met de hand schrijf. Ik ben mijn stage doeboek aan het invullen, dus we moesten ons eigen dus, ja, zelf een beetje punten geven. Dus eigenlijk zeer goed, minder goed, slecht. Ja, ik ga mijn eigen ergens slecht geven, hè. Oké, het enige wat ik slecht heb geschreven is bij de vraag wat ik op school leerde, kan ik hier toepassen. Ja, nee, ik bedoel, op school hebben wij geen groendienst. Het is de voorlaatste avond en we doen een barbecue met alle stagiairs en het volledige animatieteam. Vanavond doen we dus een barbecue en Dorian gaat meer drinken dan eten, denk ik. Nee!
Bon appétit, baby. Bon appétit, baby. Bon appétit, baby. Cause you are amazing. And we did amazing things. Into the music when the people dancing. We're just one big family. I'm yours. Waar niemand ons kent en niemand ons hoort op de vloer, ligt een lege fles wijn en kledingstukken die wij kunnen zijn. Only know you've been high when you feel alone. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Oeps. Hij komt dus uw laatste kans om ooit in mijn vlog te komen. Wat mijn stage is bijna gedaan. Zeker mij gaan missen. Ik ga ze missen. Maar nee, je moet dat tegen mij zeggen, niet tegen de camera. Ik ga je missen. Ja, dat komt zo spontaan en vriendelijk en gemeend over. Er is weer iets dat plat moet, dus... SOS jullie. Pieuw, pieuw, pieuw. Ik zit op de wereld. De wereld is plat, plat. Ik ga de wereld plat maken. Woehoe! Onderweg naar mijn stage-evaluatie met mijn leerkracht en mijn stage-mentor. Op hoop van zegen. En ze gaat buizen. Ping! 85% voor mijn stage. Poep! Ja, bijna erin zie ik het misschien toch wel missen hier. Het allerlaatste avondeten op onze stage. Nee, niet op onze stage, maar in onze stageplaats stad. Met onze leerkracht. En ze heeft getrakteerd. Dankjewel, mevrouw. Oh, kei lief. En nu gaan we eten. Ik heb echt mijn best gedaan om 6 weken dat moerasparcours te ontwijken. En er zelf niet moeten ingaan. Maar vandaag stond ik alleen, dus moest ik het wel doen. Ja. Deze morgen waren mijn kousen wit. Oké, om de stageperiode geweldig af te sluiten, gaan we op de kabelbaan. Gewoon een paar dingen testen. Ik ga niet aan de kabel zingen, maar zo. Ik weet niet, we gaan iets doen op het water. Chillax. En Jente gaat mee. Cute, man. Oh, ze heeft gezegd dat ik cute ben. Dat staat op video. Ready for fun. Woehoe. Oké, dames en heren. Nu ga ik voor de allerlaatste keer iets doen op de outsider. En dat is op mijn bakjes vallen in het water. Ja. Oh. Dat is zoveel leuker als ik er gewoon aan hang. Mag dat niet? Nee, je schouders gaan uit de kom gaan. Ah, oei. Ik zou dat je het zegt. Pas op je kop. Oké, alle spullen inladen, het moment waar we eigenlijk op gewacht hebben. En ja, we hebben allemaal een valies en Dorian die heeft alleen een bakje bier. De stage is gedaan en het is dubbel feest, want mijn mama is jarig. Gelukkig verjaardag, mama. Dank je, schatje. En hoe jong word jij? 51. Ik dacht nu echt dat je ging zeggen 21 of zo. Gelukkig verjaardag, mama. Je temmen. Mama, je bent de enige hier nog voor mij. Je maakt mijn leven compleet gelukkig en blij. Oh. Mijn mama is de aller belangrijkste persoon in mijn leven. Ja, ook, schatje. Maar dat weet ik al. Ah, jammer. Ik moet je nog iets zeggen. Zeg het eens. Mijn liefde voor jou is eigenlijk infinity. Multiply it par infinity. Multiply it par infinity. Inderdaad, Engels gaan volgen. Ja, dat was een ding op mijn stage. Ik had overal perfect. Allee, goed en zeer goed. Behalve op mijn Engels, dat was matig. Matig. I don't understand why. Yeah. Oké, okay, I understand maybe a little bit. Ik kan misschien geen Engels, maar ik heb andere capaciteiten. Bijvoorbeeld de beste dochter van de wereld zijn. Is het niet? Yes, it is. Mwah! I'm home. Ik ga nu naar de aller,
allerlaatste aflevering van Prison Break kijken. Hier heb ik echt heel de week op gewacht. Echt alles wat ik tegenkwam van Prison Break online echt genegeerd, zodat ik nu de volledige aflevering kan zien en me kan laten verrassen. Ben echt benieuwd. Goed, ik ga de vlog afsluiten, maar daarvoor ga ik even een paar uur terug in de tijd. Voilà, de 6 weken stage zijn voorbij gevlogen. Ik neem even afscheid van mijn stageplaats door nog een beetje in het mee rond te drijven. Heel erg bedankt om te kijken naar deze vlog. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer!